De 6 geslaagden van de 1-jarige journalistieke opleiding hebben gisteren hun certificaat, een Certificate of Qualification, ontvangen. Deze opleiding is verzorgd door de Stichting ter Bevordering van de Journalistiek in Suriname, SBJS, in samenwerking met de Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs, AHKCO. Het is de 2e keer dat de 1-jarige journalistieke opleiding is georganiseerd. De voorzitter van de SBJS, Jane Colliff Berggraaf, gaf aan dat deze opleiding gezien moet worden als een doorstart. Ze adviseerde de afgestudeerden zich verder te verdiepen in de journalistiek. Het meest belangrijk om te benadrukken, die attitude is belangrijk in het veld. Gelooft u me, je kunt misschien alles hebben. Als ik kijk naar cijferlijst, zie ik dat het mooi is. Maar dat is niet voldoende om die goede journalist te zijn in het veld. Zie dit als een moment dat je geleerd hebt, die vaardigheid is er. Je gaat naar een andere fase nu en daar ga je voor een Bachelor of Arts diploma. En dan kunnen bepaalde dingen absoluut niet, want dat betekent dat je een professional wordt op eigenlijk mediagebied. Niet meer op radio of tv, zoals je nu bent, maar op mediagebied. Colliff Berggraaf zei verder dat de SBJS de 1-jarige journalistieke opleiding zal overdragen aan de AHKCO. Wanneer je kinderen opvoedt, moet je je kinderen loslaten. En SBJS laat deze opleiding los, directeur, alsjeblieft. De bedoeling is dat we nu met de nieuwe groep bezig zijn. De mensen die al in het vak zitten, die willen we verder versterken. Daarvoor is een 1-jarige opleiding. En u zult ook merken dat we niet toelaten studenten die al op de 4-jarige opleiding. Deze opleiding zijn voor mensen die al een beetje media kennis hebben, maar zich willen verdiepen in de mediawereld. En daarvoor is deze opleiding. Tot zover Jane Colliff Berggraaf, voorzitter van de Stichting ter Bevordering van de Journalistiek in Suriname. Ze sprak gisteravond bij de certificaatuitreiking aan de 2e groep afgestudeerden van de 1-jarige journalistieke opleiding. De ceremonie vond plaats in de multimediazaal van AHKCO.